Yo, mensen, Bassi, oftewel wel standje En vandaag hebben wij een hele bijzondere video. Want, zoals in de titel en thumbnail te zien is, hebben wij een hele bijzondere kaart in de club. En daar ga ik je nu meer over vertellen. Want, dames en heren, jongens en meisjes, wij hebben de Player Edition kaart van Eloy Room, de keeper van de Columbus Crew. Ik spreek hem zo af en toe en uh, we hebben een mooie prijs kunnen afspreken. Hij heeft me wel uh, daarin uh, deels gegund. Dus daarom een dikke, dikke, dikke shouder naar Eloy Room. Hij zegt: Weet je wat? Ik vind het interessant, die video's en zo. Dus voor een mooie prijs mag je hem overnemen. We hebben een terugkoopoptie bedongen. Als hij uh, van plan is om ooit zelf nog te uh, spelen of wat dan ook, uh, dan, dan kan die terugkoopoptie ingezet worden. <laughs> en ik ga deze kaart ook zeker niet verkopen. Laat het even heel duidelijk zijn. Dus dikke SO naar Eloy Room. Ga die man ook even op Insta volgen. En laat hem even weten dat hij een soldaat is. Want dankzij hem kunnen wij. Een hele mooie line-up neerzetten. En daar ga ik zo meteen ook meer over laten zien. Jullie zien het. Eloy Room met de handtekening. Dikke SO. Het is een rare kaart. Alleen eigenlijk is het een unique kaart. Want ja, dit is een one of a kind. Nogmaals, hele dikke show dan naar Eloy Room. Voor de Columbus Crew. Hij doet het goed in de MLS. Ze hebben heel veel wedstrijden nu uh, goed resultaat behaald. Dus ik kijk die wedstrijden ook. Dus ik vind het daarom nog vetter dat ik die kaart heb. En hij was ja, gewoon gegund. We hebben een mooie deal gemaakt. En wat ik al zeg, ik ga die kaart sowieso niet verkopen. Dus voor de mensen die dat denken, vergeet het maar. Want uh, dit is gewoon een heel gruwelijke kaart om in, ons, ja, in onze club te hebben. En dat is gewoon helemaal super. Dus ja, geef die man even een dikke shout-out op Insta. Eloy Room. Ik zal het even in beeld zetten. Want hij heeft er dus voor gezorgd dat wij met een hele zieke line-up dit weekend in kunnen gaan. En dat gaan we nu allemaal even doornemen. En mocht je ZoRenner ook interessant lijken, vergeet je dan niet aan te melden als je dat nog niet hebt gedaan via de link in de beschrijving. Want daardoor. Kan jij, als je vijf spelers binnenhaalt door middel van bieden... wat je hier kan doen, een extra gratis limited kaart winnen... of niet winnen, die krijg je sowieso. Als je vijf spelers binnenhaalt via bieden, krijg je er dus een extra kaart bij. Je helpt mij er ook mee. Dus stel je voor, je bent net nieuw op Zora. Je weet al een beetje wat dingen. Je hebt, je hebt content gekeken van mensen, dus je weet, je bent er klaar voor. Of je hebt heel lang al de kommen gespeeld en je hebt je al aangemeld. Dan kan je via deze bidding, dus eigenlijk de auction, de filing kan jij gaan kijken van, oké, okay, weet je wat, ik ben geïnteresseerd in wat kaarten. Laat me even kijken. Want het is een ongeveer een regel dat als je kaarten binnenhaalt via de veiling, dat je over het algemeen 10% goedkoper uit bent dan dat je een buy now doet. Dus dat is sowieso interessant. Ik, ik doe af en toe ook uh, veilingen. Ik kijk heel vaak op, uh, op deze veilingen. Maar dan met rares, super rares, et cetera. Maar als je dus bij limited kaarten, als je vijf limited kaarten binnenhaalt, door middel van bieden, dan krijg je er een gratis limited kaart bij vanuit Zora. En je helpt mij daar ook mee. Wat je kan doen, je kan bijvoorbeeld zeggen van, hey, weet je wat, ik ben nu op zoek naar een, een aanvaller. Je gaat hier kijken, boom, forward. En je zegt, ik wilde eigenlijk eentje hebben uit, laten we zeggen, uh, de Eredivisie. Dus je gaat kijken, boom. Je denkt, oké, okay, weet je wat, uh, Berghuis is een beetje duur. Laten we voor Thomas buiten gaan. Dan kan je bieden, als je die speler hebt binnengehaald en je hebt dat vijf keer gedaan, krijg je een gratis limited kaart erbij. En dat is nuttig, want die kan je zelf gaan gebruiken of eventueel verkopen. Het varieert. Het kan erin zijn van 2 euro, het kan erin zijn van 20 euro en van 50 euro. Ik ga niet zeggen van het is gegarandeerd zoveel. Het, ja, het, het, het kan 50 euro zijn, het kan 5 euro zijn, het kan alle kanten opgaan. Maar het is in ieder geval iets wat je gratis erbij krijgt. Dus neem dat mee in je achterhoofd als je denkt van hé, hey, ik ben ready om zo retair te gaan spelen. Het gaat wel om echt geld. En nogmaals, ik ben geen financieel adviseur. maar me dat even duidelijk erbij zeggen. Dus doe dit alleen als je er echt klaar voor bent. En ga dat niet doen omdat je dan een gratis limited voor hebt. Dat je zomaar blinde spelers gaat bieden. Weet welke spelers je wil halen. En ga dan op de veiling kijken. Of je wat goedkope spelers kan binnenhengelen. Dat is mijn advies. Want ik wil niet dat mensen blind zeg maar, spelers, spelers gaan bieden. Die ze niet eens kennen. Dus maak eerst een plan. Of speel eerst gewoon de common leagues. Die gratis zijn. ga ik ook nog een video over uh, wijden. Zeg maar, hoe je dat het beste kan doen. En als je daar klaar voor bent. En je weet alles. Ga dan pas die spelers binnenhalen. Ga niet rushen. Maar doe gewoon je ding. Weet wat je doet. En dan uh, moet het helemaal goed komen. Laten we naar de line-ups gaan van aankomend weekend. <laughs> oh ja, en als we trouwens even kijken in deze midweek. Ik heb gewoon potentie om een tier 1 binnen te halen. Ik ben enorm goed van start gegaan met de spelers van Wolfsberger. Draaier speelde een matige wedstrijd tegen Bavica. En die werd ook gewisseld uiteindelijk. Toen had ik heel veel potentie. Ik heb zelfs nog een tijdje eerste gestaan. Tweede, derde, podium gepakt. Uh, maar dat is de tussenstand, dus daar heb je niks aan. En uiteindelijk, op het moment dat ik opneem... ...waren er twee ploegen die, die aan het spelen waren. Dit zijn penalties, voordat je denkt Hust 6, 5 Maar dit waren penalties. Ze hebben dus de nul gehouden. Everson, Alonso. En dat kwam voor mij eigenlijk totaal niet goed uit. Want mensen die dus Everson in hun line-up hadden... ...die hebben dus heel goed gescoord. En datzelfde geldt voor de keeper van de VLS Zagsveld. Hoyos. En die verdediger dus. Daardoor ben ik best wel wat plekken teruggezakt. En ik heb een keeper die er niet heel lekker in zit. Laten we daar maar op houden. Dus het enige wat ik hoop is dat hij gewoon speelt. En dat hij niet meer dan drie goals tegenkrijgt. Of ja, niet meer dan twee goals tegenkrijgt. Dat zou voor mij prima zijn. Dan maken we eventueel kans nog op een tier 1. En anders wordt het denk ik een tier 2. Maar uh, ja, laten we gewoon hopen dat hij keept. Hij speelt bij de nummer laatste in Mexico. Dus je kan er niet te veel van verwachten. Ik heb helaas wel de verkeerde captain gekozen. Niet uh, Baumgartner of uh, Baribo. Maar ja, dat is nog eenmaal hoe het is. Dat is een beetje gokken. Ik heb gewoon degene genomen die de hoogste last 15 had. En dat was zoiets ja, of de laatste vijf. Maar goed. Dat dus. Ik heb hier een All Star Rare opgesteld. Waar Colossal niet speelt. En Mendoza ook niet. Want die is volgens mij geschorst. Dus we moeten hopen dat we met drie spelers 205 punten kunnen binnenhalen. Dat we het 125 euro mee kunnen nemen. En hier. Ja. Hier hebben we 128 punten nodig voor een tier 2 rare. Nou, laten we daar 150 van maken als alles compleet is. Dan moet je dus 75 per speler nog hebben. Lampen en van Wolswinkel. Het is een optie, maar voor de rare gaan we sowieso niet meer in aanmerking komen. Met een beetje geluk nog misschien een tier 2. Maar ja, dit is eigenlijk de boot ingegaan door uh, de prestatie van Til. Die niet zo heel denderend was. Dus uh, ja, laten we hopen dat we hier gewoon een tier 1 kunnen meenemen. En anders sowieso een tier 2. En dat is dus uh, de midweek. Laten we nu doorgaan naar het aankomend weekend. Dit is het eerste team wat wij op pad gaan sturen dit weekend. De verdedigende stack van AA Gent. Koems heb ik er niet bij gezet, want die is geblesseerd afgegaan. Daar heb ik geen zekerheid over of die speelt. Ik heb ook niet echt mijn research gedaan, als ik heel eerlijk ben. Dat kan ik nog doen, ik kan het nog veranderen. En als jullie daar meer over weten, laat het ook weten. Maar hier staan dus Anders Draaien, Peter Botschkai en Ricky van Wolswinkel. Dan moet ik wel hopen dat van Wolswinkel gaat spelen, want wat Ron Jans allemaal aan het doen is, ik heb geen idee. Maar als Twente doorgaat, dan moeten ze volgens mij tegen Fiorentina. En dan kan het zijn dat hij wat spelers gaat sparen. Dus misschien moet ik hier nog een vervanger voor regelen. Maar dat gaan we allemaal meemaken. En dan gaan we door naar het volgende team. En het volgende team is uh, America Met Blake, Glassness, verdedigende stek van Philadelphia. Zellerajan, die meteen uh, zijn waarde heeft bewezen in onze club. Dan hebben we een nieuwkomer, Aleman. Die uh, speelt dus bij Gymnasia. Dus de ploeg waar uh, Rodrigo Rai en Leonardo Morales ook speelden. Spelen. En hij doet het hartstikke goed. Hij is daar de main guy eigenlijk en neemt alle standaard situaties. Dus laten we hopen dat hij wat uh, moois kan gaan brengen. Want volgens mij staan zij tweede in Argentinië. Dus dat is gunstig. En dan Carlos Vela, de man die altijd wel gerand staat voor een uh, Decisive. Of vaak in ieder geval. Laten we hopen dat, dat hij dat weer gaat doen. Want de matchup ziet er goed uit tegen Charlotte thuis. Charlotte is thuis goed, maar uit zijn ze wat minder volgens mij. En ja, LA is gewoon in een goede, goede doen. Dus dat zou uh, top zijn als hij uh, een goaltje of een assistje weet mee te geven. Of misschien wel twee. Dus dit is ons uh, America team. Veel vertrouwen in. Ik moet wel zeggen. Ik heb dus laatst uh, Blake gehaald. Die denk, nou. Steady keeper. Kreeg drie goals om zijn volgens mij. Toen heb ik ook nog Carlos Lampen gehaald. Die jullie weten, de rare keeper. Voor meer dan 1000 euro. Voor ongeveer 1000 euro. Kreeg in acht wedstrijden één goal tegen. En hij kreeg nu in één wedstrijd drie goals tegen. Oké, okay. dus dat is het geluk wat we een beetje hebben. Champion America. Amerika. 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 Die gaan we inleveren. En dan gaan we door naar de volgende selezione. En dat is Limited All Star. Verdedigende stack van Leipzig. Leipzig er ook weer één goal tegen. Wist er ook niet de clean sheet te houden. Guus Stil en Luc De Jong heb ik hier staan. Maar die ga ik waarschijnlijk nog te uithalen. Gezien het feit dat PSV natuurlijk tegen de Rangers speelt. Ik denk dat er wel weer ja, sowieso minuten gespaard gaan worden. En dat is natuurlijk niet gunstig. Dus ik moet hier nog even misschien een oplossing voor vinden. En Delgado. Delgado is gewoon sowieso een topper. Ik had hem eigenlijk in mijn America team. Maar daar speelt dus nu Aleman. Uh, Jan en Aleman. Misschien kan ik die ook nog omwisselen. Maar ik denk dat Aleman misschien meer decisive gevoelig is. En daardoor heb ik hem gewoon in het America-team gestopt. Omdat ik denk dat dat een heel sterk team is in die competitie. Dus Delgado. Staat hier. Ik moet eens dus kijken of ik Til en De Jong nog ga vervangen. Omdat, ja, waarschijnlijk gaan ze weer helemaal roleren, Waar ik helemaal doodziek van word. Maar goed, dat is nou eenmaal hoe het is. Is dit dus Alsta-team, wat eventueel dus nog aangepast kan worden? Dan hebben we hier de Underdog Limited. Zoals jullie weten, ik ben niet een diehard fan van Underdog. Maar ja, als je hem kan spelen, dan maar net zo goed doen. Sean Nieles gaan we hier inleveren. Leonel Miranda, Arriola en Carranza. Arriola speelde in de MLS All-Star Game. Dus ik hoop dat hij uh, lekker zijn ding gaat doen ook voor uh, FC Dallas weer. Dit zijn eigenlijk allemaal spelers die rond de eind 40 zitten qua laatste 15 gemiddelde. Dus dat is best wel gunstig, omdat je maximaal 50 per kan inleveren of mag inleveren. Dus ik denk dat dit wel gewoon een decent underdog limited team is. Maar met dit soort dingen. Ik heb Caranza Captain gemaakt. Dan krijg je een 50% boost. En dan moet je maar net hopen dat hij die man is die dan een goede score haalt, weet je wel. Dus ja, dit is gewoon een beetje random. Ja, dit is gewoon maar kijken hoe het loopt. Het is gewoon leuk om erbij te hebben, om in de gaten te houden. En wie weet uh, pakken we er wat leuks mee. Dan de Casual Common, even snel doornemen. Ik had dus een Star Common Card gewonnen. En dat is dus Masato Sasaki. Die ik laatst voor één speelronde had gehaald. Maar die uh, heb ik nu hier opgesteld. Ik heb uh, vijf spelers die nu spelen. Dus dat is altijd lekker. En het is altijd lekker als je een keeper als reward krijgt. Waardoor je weer eventueel extra trainingsteams op kan stellen. Maar goed, dit is dus uh, te casual komen. Dan de underdog Rare. We hebben hier Kenneth Paul. Die hebben wij toegevoegd aan onze selectie. Nick Viergeven. De man die uh, waarschijnlijk steady zal presteren. Want hij speelt tegen Cambuur. Nicolas Colasso. Die speelt dus tegen Velez Sarsfield. Die ze dus net een wedstrijd hebben gespeeld midweeks. En Gymnasia dus een hele goede ploeg in Argentinië. Dus hopelijk kan hij ook wat moois uithalen. En we hebben Manuel Benson binnengehaald. Ex-Pek Zwolle. Die heeft volgens mij een half jaar gespeeld bij Pack. En die is nu verkast naar Burnley, waar Vincent niet trainer is. En hij viel meteen al in na twee dagen dat hij hier bij de club was. En de fans zijn helemaal gek van hem. Dus ik hoop en ik denk stiekem dat hij wel een basisplek heeft. En zo niet, gaat hij sowieso spelen. Dus dat is leuk voor Underdog. Hier zie je wel wat potentie in. Kenneth Powell is een ja, linkervleugelback eigenlijk bij QPR. En ik weet niet hoe goed ik QPR in kan schatten nu in de Championship. Dus. Het is dus voor mij even afwachten. Maar goed, de twijfelgevallen heb ik eigenlijk nu hier in de underdog gezet. Dus ja, ik denk ook dat Kenneth Paul een alles of niet speler is op zo so rare. En dat is eigenlijk wat je moet hebben in de underdog. Want ja, dan heb je gewoon af en toe een paar uitschieters nodig om in de prijzen te vallen. Volgens mij, je moet top 75 eindigen voor een tier 2 rare minimaal. Ja, top 75 van de hoeveel? 4.300. Dus ja, <laughs> dat is vrij pittig. Maar we gaan hem meemaken. En dan, dames en heren, All-Star Rare met de vertrouwde namen Ivasic, Bravo, Delgado. Ik ben blij dat ik hem ook uh, nu de, ja, de rare variant heb. Omdat deze man gewoon de definitie van ee scores is. Delgado. Steady. Steady as a rock. Daarom heb ik hem ook captain gemaakt. Omdat ik... Ja, hij heeft eigenlijk nooit echt uitschieters naar beneden. Dat is gewoon relaxed. Helemaal dus wat je nodig hebt in All Star Rare. Als je voor die threshold aan het grinden bent. Hetzelfde geldt, denk ik, voor Molle. Jullie weten al dat ik ook een oogje had op zijn rare. Maar die is nu veel te duur. Of uh, super sorry. Die is nu veel te duur. Uh, die stond er al voor 500. Ik wil nog voor iets minder oppikken. En hij staat er nu op voor 700 of zo. Ja, dat vind ik veel te duur. Hij had een wedstrijd verloren tegen Excelsior. Maar desalniettemin had hij een hele goede ee. Dus ik denk ook dat hij zo'n speler is. Een beetje vergelijkbaar met Delgado. Misschien heeft Moulin wel iets meer nodig van, hè, van zijn decisive. Maar over het algemeen is hij algemeen. Best wel goed. En dan Nisgoda. Ook van Portland Timbers. Die moeten ervoor gaan zorgen dat we minimaal 250 punten gaan binnenhalen. En dan, dames en heren, de selectie met Eloy Room. Want we gaan meedoen, dames en heren, met de All Star Rare Pro-competitie. Waarin je dus de mogelijkheid hebt om twee Super Rares in te leveren. En die heb ik aangeschaft. Ik heb twee hele mooie deals weten te fixen met Super Rare kaarten in Oostenrijk. En dat is helemaal top. Op goal dus, Eloy Room. Je moet het gaan doen met Columbus Crew tegen de Colorado Rapids. Wat best wel een moeilijke pot is. Helemaal uit, denk ik. Omdat de Rubio, jullie kennen misschien nog wel echt goed in vorm is. Dan hebben we Plavotic. Een jonge verdediger die er echt goed op staat. Ik zal zo misschien even wat details laten zien. José Martínez. Weet je hetzelfde verhaal als, uh, als Delgado? Ik denk alleen dat Martínez iets agressievere speler is. Meer een, ja, ik weet niet. Iets meer pit zit erin. Waardoor hij misschien iets meer overtredingen zal maken dan Delgado. Dan. Hebben Thurston Rugga En die man wilde ik eigenlijk al halen voordat ze midweek speelden. En toen bleek ook nog dat hij midweeks een assist gaf, volgens mij. Of hij maakte een doelpunt. Waardoor eigenlijk ik bang was dat zijn prijs omhoog zou gaan. Alleen met superreis is dat natuurlijk iets anders, omdat die markt ja, best wel stroperig is. Dus ik heb nog een offer gegooid. En die werd geaccepteerd. Dus ik heb twee. Super S voor best wel een mooie prijs weten binnen te halen. Waar ik heel blij mee ben. Bij Plaverties was het zelfs zo dat ik dacht dat het te mooi was om waar te zijn. Dus wie weet worden we geaccaneerd en is er iets met die man. Maar voor wat ik heb kunnen zien, heb ik niks geks kunnen zien. Uh, qua statistieken doet hij het echt fantastisch in uh, Oostenrijk bij SV Ried. Als ik me niet vergis. Dus laten we hopen dat hij uh, dat voort kan zetten. En dan Basje Dost heeft een wedstrijd tegen Cambuur. Die ook uh, een paar keer uh, een doelpunt tegen hebben gekregen tegen Excelsior. Dus laten we hopen dat Bas Dost voor het eerst in de thuiswedstrijd voor Utrecht. Vol, vol, vol aan de bak mag. En gewoon die, die, die kop er aan kan zetten. Doelpuntje hier, doelpuntje daar. Net zoals hij in de infobeurt heeft gedaan. En daarom heb ik hem ook captain gemaakt. Omdat ik hier gewoon alles of niets wil gaan. Dus ja, we moeten vol inzetten op Dost ook. En dat is eigenlijk het plan. Ik had ook nog een ander plan. Omdat Carlos Lampen geen wedstrijd heeft. Daardoor kan ik eigenlijk twee selecties minder inleveren. Maar het plan is eigenlijk als volgt. Dat kan ik jullie nu wel even laten zien. En dat is voor speelronde 300. Ja, hier. Dan uh, kunnen wij meedoen met All Allstar SuperRare. En dan kunnen wij dus Tony Watt in gaan zetten. Hier heb ik dus ook Eloy Rome nu als optie. Maar ja, misschien gaan we Lampen hier wel gewoon spelen. Ik moet nog een vervanger halen voor... OOSCHAR of Clement. Want ik moet bij beiden nog maar kijken of ze gaan spelen. Ik heb bij OOSCHAR wel het idee dat hij gaat spelen. Maar ja, dit is voor Game Week 300. Dus dit is zeg maar aankomend weekend en dan twee weken later. Dus dan heb ik al iets meer informatie over deze spelers. En dan kunnen we dus op wekelijkse basis gewoon Tony Watt gaan gebruiken, daadwerkelijk. En dat is wel vet. Want ja, niet heel veel mensen doen mee in de All-Star Super, hè. Hij heeft wel een wedstrijd tegen Celtic. Dus dat is hem alweer meteen genaaid. Dus misschien kunnen we hem nog omtoveren naar een All-Star Rare Pro. Alleen dan kunnen we Tony Watt natuurlijk weer niet gebruiken. Ja, ik moet hopen dat er weer een Unique Kickoff komt. Want die is al een tijdje niet geweest. Dan kunnen we natuurlijk Tony Watt met vier Limitless inzetten. En dan kunnen we meedoen met die Unique Kick-Off. Met All-Star Rare. Underdog Rare. Misschien Specialist Rare. En All-Star Rare Pro. Dus ja, dat zijn er aardig wat. Dus dat zou top zijn. Maar dat is een beetje. Ja. Wat er nu de situatie is. Ik ben uh, enorm blij dat wij uh, Eloy Rome in onze club hebben. Helemaal met die kaart. Dus nogmaals, dikke shout-out naar die man. Hij zorgt er eigenlijk voor dat wij nu nog meer content hebben. En dat is wel vet. Dus vergeet die man echt even niet uh, te volgen op Insta of zo. En hem even wat love te geven. Want dat verdient hij wel. Echt een uh, mooie actie van hem ook. Dat we zo uh, uit zijn gekomen. Dus uh, ja shout dan naar hem sowieso. Vond je dit nou een interessante video? Heb je er nou wat van opgepikt? Vergeet er even niet te liken. 200 likes zou fantastisch zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En nogmaals, wil jij nu ook ingestapt op zorgen? Doe dat dan via de link in de beschrijving. Want daar help je jezelf en mij mee. Ik ben geen financieel adviseur. Doe echt goed je research nogmaals en weet gewoon wat je doet. Dat is mijn tip. Ik wil jullie enorm bedanken en dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Ciao, ciao.